Jij mag beginnen. Ja, vannacht, afgelopen nacht, uitreiking van de Academy Awards. Heb je gekeken? Felbegeerde Oscars. Ik wilde eigenlijk niet kijken, want ik moest heel vroeg op. Maar toen werd ik toch onrustig, ook natuurlijk omdat ik wist dat ik naar jou toe ging. Dat ik er iets over zou gaan zeggen, dus ben ik toch weer gaan kijken. Maar uiteindelijk, ik ben er een keer ook echt bij geweest, ooit. Omdat er een film genomineerd was waar ik in speel. En het is eigenlijk heel saai. Welke film was het? Zus en Zo, van Paulo van der Oest. Oh ja, ja, ja. Echt heel, heel erg lang geleden. Maar het, en dat herinner ik me toen weer, dat ik naar keek. Dacht, oh ja, heel veel reclame, heel veel stoppen, heel veel dan weer langzame muziek. Maar goed, deze keer was het ook weer een beetje saaiig. Ja, maar we hebben een beetje de hoogtepunten, die er toch nog natuurlijk wel waren, op een rijtje gezegd. Oké, okay, all right. Gemaakt. From Hollywood and Highland, it's the Oscars. And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Shape of Water. I want to dedicate this to every young filmmaker, to you. Allison Janney. I did it all by myself. Sam Rockwell, 3 billboards outside. I'd like to thank the Academy. Never thought I'd say those words. And the winner is Gary Oldman. I say to my mother, thank you for your love and support. All right, what happened to you? Street. Yeah. Frances McDormand, 3 billboards outside. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. On the filmmakers, the producers, the directors, the writers. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider. Ja, Inclusion Rider. Ja. Dus, ik had geen idee wat het betekent. Ik ook niet. Niemand had enig idee wat het betekent. Het hele internet raakte of zo. Iedereen begon te googlen. Wat het betekent, het is een clausule in een contract. Rider en clausule. Mm. En het liefst door een grote ster aangenomen in zijn contract gezet, waarin je eigenlijk zegt, ik wil een quotum halen voor diversity. Dus ik wil mensen met verschillende etnische achtergronden, vrouwen, homoseksuelen, transgenders, gehandicapten. Achter de schermen, voor de schermen. Voor de schermen, exact. En een film heeft 40 personages, pak een beet achter van zijn misschien, hè, in het hart van het verhaal. Maar waarom zou de rest niet een afspiegeling zijn, een reële afspiegeling zijn van onze maatschappij? Nou, ik vind dat een fantastisch streven. En het is denk ik moeilijker dan je denkt, omdat we natuurlijk, ja, 100 jaar al kijken naar films en toneelstukken waarin dat niet altijd het geval is. Een inclusion rider. Ga jij dat, want we kunnen het ook naar Nederland vertalen. Jij wordt gevraagd voor een filmrol. Komt er dan een inclusion rider namens mevrouw Rij? Ik vind het heel inspirerend. En ik zou dat zeker willen overwegen. Helaas hebben wij vaak niet de macht die Brad Pitt wel heeft misschien. Oh. Maar we kunnen het allicht proberen. En zeker als we zelf dingen gaan maken, wat Carice en ik bijvoorbeeld wel van plan zijn, zullen we hier zeker op gaan letten en mee bezig zijn. En ik vind het een heel goed idee en een heel goed streven. Woord van de dag, inclusion... Inclusion rider. All right, aan tafel.